Iedereen dus van harte welkom in buurtcentrum De Horizon. We hebben de eerste open dag sinds heel lang. En niet alleen voor De Horizon, maar ook voor de Koperen Knoop in de Staatsliedenbuurt. Die is hier vertegenwoordigd. Die hebben niet zelf een open dag, maar die hebben zich aangesloten bij ons. Vandaag is een dag wat in teken staat van alle activiteiten die weer opnieuw gestart gaan worden vanaf september. Wat betekent een buurthuis voor een buurt? Kun je daar even iets over vertellen? Ja, de belangrijkste functie van een buurthuis, bijvoorbeeld Huis van de Wijk, noemen wij tegenwoordig Huis van de Wijk De Horizon, is de ontmoetingsfunctie. Dat mensen toch een laagdrempelige plek hebben om naartoe te gaan, om een activiteit te volgen of om hulp te krijgen bij problemen, financiële problemen of administratieve problemen. Ja, er zijn hier verschillende spreekuren. Zelf werk ik meer op afspraak, maar daar komt een bewoner binnen met vragen van alles en nog wat over financiën, over huisvesting. En dan gaan we aan de slag om te kijken hoe kan die persoon ondersteund worden. Hoi, ik ben Jamal van Jammen met Jamal. Dat is een activiteit die ik hier in het buurtcentrum De Horizon organiseer. Voor mensen uit de buurt die zich kunnen komen ontwikkelen in hun muziekkwaliteiten. Nou dames, jullie zijn nog steeds lekker bezig met eten, uitdelen. Mm-hmm. En komen er nog veel mensen dingen ophalen? Ja, want we hebben nog best wel wat tasjes. Dus er moeten nog wel wat mensen komen. Maar het overgrote deel is al lang geweest. Ik ben Billy, ik doe al 6 jaar hier altijd een maaltijd gratis voor de hele buurt. En door de sponsor van Albert Heijn, hè, geef ook een nu vandaag, voor de open dag, aan iedereen. Kijk, kom binnen en een pakketje voor mij. Nou, ik wilde even een hele mooie expositie onder de aandacht brengen. En dat is Weg die Muur, ontwikkeld en uitgevoerd door de kunstenares M.E. Zitolema. Zij is een buurbewoonster die in de Spaarndammerbuurt woonde en naar de Houthavens is verhuisd. En al duikend in de archieven eigenlijk erachter kwam wat een mooie geschiedenis de Spaarndammerbuurt heeft als moord- en brandbuurt. En dat in contrast met de Houthavens die net zijn ontstaan en waar toch een hele hoop rijke mensen wonen. Dus om een brug te slaan heeft ze een prachtige expositie met een gordijnroute. Je kan er alles over lezen op wegdiemuur.blog. Maar wat ik even wil vertellen is dat in de maand september er een theaterworkshop wordt gegeven. Als in het kader van de expositie is er een publiek programma. En bewoners uit de Spaarndammerbuurt en de Houthavens kunnen zich opgeven om aan een workshop mee te doen. Waarbij we dan samen een verhaal gaan vertellen over de buurt, gebaseerd op interviews met de buurtbewoners. Nou, ik wil een workshop beginnen in De Horizon, onder andere. Dus als je daar zin in hebt, doe mee. Laat het weten aan de mensen van De Horizon, die schrijven dan je naam op. We gaan het een keer in de middag doen, denk ik. We gaan een middagprogramma doen van ongeveer 2 uurtjes. En bij voldoende aanmelding gaan we beginnen. Dus voornamelijk eigenlijk een sociale functie. Ja, absoluut. Ja. Dus gezelligheid, activiteiten. En dat merk je dan ook dat er veel behoefte aan is. Ja, zeker. We hebben het gemis van het buurthuis de afgelopen jaar met corona was heel erg groot. En we merken dat nu ook de activiteiten, het activiteitenaanbod weer aan het groeien is. En nou ja, we zijn nu op een open dag. Die druk bezocht is, dus je merkt dat er is behoefte aan. En sinds april heten eigenlijk alle wijkteams voorheen, dat heet allemaal buurtteam. Maar wat betekent dat dan voor de mensen? Nou, dat is eigenlijk het voormalig maatschappelijk werk zit daar. Dus daar zit maatschappelijk werk, maar er zitten ook mensen van schuldhulpverlening. Er komen af en toe op locatie mensen van de sociale dienst die hier zitten. Zodat we dan met elkaar zo snel mogelijk iemand kunnen helpen. Ik dacht dat is een leuk idee om mezelf ook verder te ontwikkelen en om ook de buurt een alternatief te geven voor mensen uit de buurt om muziek te komen maken. En wordt het nou een tijdelijk iets of ben je echt plan om echt een constant schrijfclubje te beginnen? Of weet je dat nog niet? Nee, een schrijfclubje. Ja, leuk. Ja. Heb je al plannen voor een naam? Voor de schrijfclub? Ja, dat is een hele goede. Schrijfclub Spaarndammerbuurt? Deze workshop is heel erg de moeite waard, want we gaan lekker spelen
en we gaan lekker iets maken. Weg die muur. Zeg helemaal mee eens. Hey, lieve schat, en waar kunnen mensen zich opgeven als ze mee willen doen? Je kunt je opgeven via de site wegdiemuur.blog. Daar staat het publiek programma. Daar staat ook dat de theaterworkshop worden gegeven. En kun je je aanmelden via een formulier. Dat wijst zich allemaal op de website. De workshops gaan beginnen op 8 september, is de eerste datum. En dan uit mijn hoofd 11 september, 18 september, 24 september. En dan zijn 25 september de uitvoeringen. We gaan het met elkaar maken, we gaan een verhaal verzinnen. Het is dus niet kant en klaar, maar ik begeleid het en ik heb daar heel veel zin in. Ik ben zelf actrice en theatermaakster en begeleid dit mooie project. Ik raad iedereen aan om het even te gaan lezen. Weg die muur. Welzijn op recept is eigenlijk een project waarin we binnen 3 maanden mensen toeleiden naar leuke activiteiten. Dus een wandelgroep of iemand wil graag vrijwilligerswerk doen. Je gaat eigenlijk ontdekken, nou, wat vindt iemand heel erg leuk om te doen. En de huisarts die verwijst dan door. En dan gaan we dus vanuit hier kijken met alle activiteiten die er dus ook zijn. Maar moet dat echt via de huisarts of kunnen mensen ook zelf zich hierbij aansluiten? Nou ja, mensen kunnen zelf naar de horizon komen als ze zeggen, ik wil even wat leuks doen. Maar via welzijn op recept, dat moet echt via de huisarts. Ja, wat zijn dat voor pakketten? Van alles van de waddering. Staat dranken, melk, koekje, thee, van alles. En hoeveel mensen komen er nu? 45. Oh, dat is best veel, hè? Ja, normaal gesproken 50, maar omdat het zomervakantie is, 45. Oké, okay, wat eten we vandaag? Pasta. Oh, dat is altijd lekker, hè? Hey Cor, en hoe zie jij de toekomst van de horizon? De toekomst van de horizon is best wel een hot item, kunnen we zeggen. Er zijn in het hele pand van de horizon hier aan de Hembrugstraat zijn 4 verdiepingen, waarvan de bovenste 2 voorheen een andere bestemming hadden. Die worden nu langzamerhand leeg gemaakt om toch te kijken van ja, wat kunnen we met het hele pand als bruisend centrum in Westerpark. Zijn die plannen al duidelijk wat op die bovenste verdiepingen gaan? Nee, de plannen zijn allesbehalve duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het buurthuis is van de buurt en de buurt zal mee moeten denken over een invulling. Er zijn partijen die daar ook over meedenken, zoals het buurtteam Amsterdam, de openbare bibliotheek die nu nog in de Spaandammerstraat gevestigd is, die over 2 jaar misschien moet verdwijnen daar. Maar er is nog absoluut niet zeker. Het staat allemaal in de kinderschoenen. Er was een paar jaar geleden een poëziefestival en dan werd je gekoppeld aan de winkel en daar heb ik een gedicht bij geschreven. De zomerse stroom. 1 kik op de trapper en ik wapper dapper door mijn achtertuin. Wat stroef in, lost zich op en gaat gezwind. Woeie, wind in de rug, wind in de zeilen. Alles gaat ineens op vleugels. Vliegend vlug, mee op de heerlijke zomerse wind. Geen geploeg meer, geen gezoeg meer, want ik zoef nu en ik roet nu langs obstakels en langs lange files heen. Had ik zorgen? Die zijn voor morgen. Deze zomerse dag is de dag dat al mijn zorg verdween. Nog een, want ik wacht niet langer. Uit liefde, lente en geluk. Nog een rondje. Nog 1 rondje. Deze dag op deze zomerse stroom mee. Deze dag kan niet meer stuk. Want ik kan niet, nee, ik wil niet, nee, ik wil nooit meer terug. In de zomerse stroom mee, langs de dromers, stromend van hun paradijs. Honden gaan te water, honden luid geklater en gesnater. Vanaf mijn fiets breekt het ijs.